14 jaar geleden woonde ik op kamers in Den Bosch. En mijn kamer was ongeveer dit. 12 vierkante meter. En Jolijn die noemde het altijd de grot, want alles was kapot. Het was aan elkaar getaped. Een stap of 3, 4, dan ben je er wel doorheen. Dit schilderij, dat hing er ook. En het hangt nu op mijn kantoor. Voornamelijk hangt het daar omdat het van Jolijn niet thuis mag hangen. Ze vindt het nogal lelijk. De douche en de keuken die deelde ik met 4 anderen. En ik kan niet zeggen dat we die erg schoon hielden. Integendeel. En boven die douche ontbrak het plafond. Waardoor er tijdens het douchen niet alleen water, maar ook een soort van gipspoeder naar beneden stortte. Ik heb warme herinneringen aan die tijd op kamers. Het was niet alleen te gek, het was ook leerzaam op jezelf wonen. Tegenwoordig wonen studenten steeds vaker en langer thuis. Simpelweg omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden. En als je dan een plek vindt, dan spring je natuurlijk een gat in de lucht. Net zoals deze jongen, die Prins heet, maar die niet bepaald in een kasteel woont. Dit is het dan, mijn appartementje. Alles wat ik nodig heb, denk ik zo. Keukentje, douche, klein koelkastje. Ja, wat heb je nog meer nodig, denk ik dan? Een uitklappen tafelbureau en dan kan ik hier gewoon werken. En ja, hier kan ik natuurlijk koken. Twijfelaar moet daar gewoon in passen. Als ik dit dan inklap, dan moet dat perfect gaan. Het is niet alleen voor studenten moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Het geldt tegenwoordig eigenlijk voor iedereen die een huis zoekt. We zitten op dit moment in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En in het komende kwartier neem ik je daarom mee in een verhaal. Over waarom jij zo moeilijk een betaalbare woning kunt vinden. Over waarom je wonen niet volledig aan de markt kunt overlaten. En hoe we het anders kunnen doen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat wonen weer betaalbaar wordt. We meer huizen bouwen. En heel Nederland weer eerlijk kan wonen. Er zijn 3 grote problemen met betaalbare woningen in Nederland. Allereerst, er zijn veel te weinig van die sociale huurwoningen in Nederland. Dit zijn woningen van woningbouwcorporaties voor huishoudens met een inkomen tot 40.000 euro. Mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning kunnen een huis huren in de particuliere sector. En dat is probleem 2. Want de huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het dak gegaan. Voor veel mensen is het onbetaalbaar geworden. Sinds het aantreden van Mark Rutte in 2010 als premier stegen de prijzen in de vrije sector gemiddeld met 35%. En dat levert torenhoge huren op, zo vertelde huurder Olga ons. Ik heb een middeninkomen. Kopen is voor mij uitgesloten. Huren kan wel, maar dan moet ik huren in de vrije sector. En dan kom ik uit op een maandbedrag van rond de 1400 of 1500 euro. Olga benoemde meteen ook het derde probleem. Want voor veel mensen is kopen uitgesloten omdat de huizen zo duur zijn geworden. Dat het voor veel mensen bijna onmogelijk is om een hypotheek te krijgen. Dat merkte ook cabaretier Jasper van der Veen. Die van de hypotheekadviseur hoorde wat hij kon lenen. 1 ton. Ik woon in Amsterdam. Ik wist dat is niet genoeg. Maar ja, ik moest een kwartiertje naar huis fietsen. En ik zat zo op de fiets en ik dacht toch ineens van ja, misschien is alles wat ik ooit gehoord heb over de Amsterdamse huismarkt gewoon niet waar. Weet je wel, misschien. Ja. Misschien kan het! Weet je wel, misschien heb ik mazzel. Dus ik had toch zin. Ik was thuis en ik ging zo mijn laptop openklappen en toch even naar funda.nl gewoon even invoeren en zo een ton ingevoerd. En dan zag ik die platte grond. Best wel veel pijltjes. Gewoon allemaal garages! Ik heb daar 1 ding van geleerd. Er zijn 14 garages in Amsterdam die ik met mijn hypotheek niet kan betalen. Dat is wat ik weet. Helaas is het geen cabaret, maar werkelijkheid. Want de bedragen die betaald worden voor mega kleine huizen zijn exorbitant hoog. Voor die ton waar de cabaretier Jasper van der Veen het zojuist over had, kun je in Amsterdam met een beetje geluk wel een woning kopen. Er stond namelijk een huis van, schrik niet, 9 vierkante meter te koop. Voor dat bedrag koop je, nou ja, een huis. Ja, ik dacht het is een woning van 9 vierkante meter, maar dit is een slaapkamer van 9 vierkante meter. Dus je hebt alleen een slaapkamer voor 100.000 euro. Je moet de keuken delen, je moet de douche delen. Ik vind het nogal klein. Volgende week starten de bezichtigingen. Dan heb ik toch zo'n 6 bezichtigingen. Nou ja, en daar zitten investeerders tussen, naar iemand die een pied-à-terre zoekt. Ja, en ook ouders voor kinderen zitten daartussen. Dus dat zijn de afnemers. Nou, ook in deze riante woning zijn beleggers geïnteresseerd. Een grote kans dat de koper van de woning er niet zelf gaat wonen. Maar dat hij de kamer gaat verhuren voor zo'n, nou wat zal het zijn, 700 euro per maand? Kortom, wonen is steeds duurder. En het wordt steeds duurder.
Jullie zijn waarschijnlijk allemaal voor het eerst in aanraking gekomen met de vastgoedmarkt door dit spel, Monopoly. Inmiddels zijn er vele varianten van Monopoly. Maar deze, denk ik, tekent nog wel het meeste wat er is gebeurd op de woningmarkt. Monopoly, extreem bankieren. In de omschrijving staat, als een speler eindigt op een gebeurtenisvakje, kunnen de grondprijzen veranderen. Spelers kunnen geld krijgen of verliezen. Je kunt de marktprijzen laten stijgen of dalen. En het spel is afgelopen als er één speler failliet gaat. Kortom, huizen als handelswaar. De hoogste bieder wint. We zijn een steeds groter deel van ons inkomen kwijt aan wonen. En dat is te zien in deze grafiek. Bij deze groene lijn zie je de ontwikkeling van de inkomens. En deze rode lijn laat de ontwikkeling van de huizenprijzen zien. De huizenprijzen zijn sinds 1995 twee keer zo hard gestegen als het modale inkomen. En tegelijkertijd zijn er, zoals ik eerder vertelde, ook de huren alleen al de afgelopen 10 jaar met 35% gestegen. Het aantal daklozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En de grote vraag is natuurlijk, hoe komt het dat wonen in Nederland zo extreem duur is? En daarvoor gaan we even terug in de tijd. Hier voor me heb ik de grondwet. En artikel 22, lid 2, zegt: bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Wonen is dus een taak van de overheid. En het voelt misschien niet voor iedereen zo, maar iedere inwoner in Nederland heeft recht op een dak boven zijn hoofd. En om daarvoor te zorgen, werd in 1901 de woningwet ingevoerd. En die woningwet die regelde de bouw van woningen speciaal voor arbeiders en de middenklasse. Leraren, verplegers, agenten. En woningcorporaties werden in het leven geroepen. En die kregen geld van de overheid met als taak woningen te bouwen. En in no time werden zo honderdduizenden woningen weggezet. Niet alleen waren deze van goede kwaliteit, ze waren vaak ook hartstikke mooi. En bovenal betaalbaar. We nemen een sprong in de tijd. Vanaf eind jaren 80 was het de trend om zoveel mogelijk zaken te privatiseren. Veel overheidstaken werden naar de markt gebracht. En ook woningbouwcorporaties die moesten gaan werken als een commercieel bedrijf, als een projectontwikkelaar. Het idee was dat ze het geld dat ze hiermee verdienden investeerden in het onderhoud van de woningen en de leefbaarheid van de wijken en natuurlijk ook in de bouw van nieuwe huizen. Klinkt als een fantastisch plan, toch? Maar helaas. Veel woningbouwcorporaties gebruikten de winst voor zelfverrijking en beleggingsavonturen. Woningbouwcorporaties die huurden skyboxen bij profvoetbalclubs. Bestuurders reden rond in Maseratis. En dat leidde uiteindelijk tot een parlementaire enquête waaruit bleek hoe waanzinnig sommige woningbouwcorporaties met hun geld waren omgegaan. Als het niet om miljarden verprutst geld zou gaan, zou het lachwekkend zijn wat corporaties allemaal in hun hoofd gehaald hebben. Een olifantenbeeldenparade, de adoptie van een aap, een lening aan een uitvaartcentrum. Kortom, de corporaties de markt opsturen met het idee dat ze winsten in onderhoud en nieuwe woningen zouden stoppen, pakte net even anders uit dan gehoopt. De taken van de corporaties worden beperkt en het toezicht aangescherpt. Goed, het is inmiddels 2010. En Nederland krijgt na 4 kabinetten Balkenende een nieuwe premier. Mark Rutte. En daar gaat het helemaal fout. Het ministerie van Volkshuisvesting wordt zelfs helemaal opgedoekt. Het is vanaf nu alle ballen op de markt. En de man die dat allemaal mag gaan organiseren is Stef Blok. Want de overheid moet wat de VVD betreft altijd kleiner. En de markt is heilig. Daarom was het opheffen van het ministerie van Volkshuisvesting een belangrijk punt voor Blok en de zijnen. Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen, jubelde Blok daarover in de krant. Vraag en aanbod moeten de prijs van woningen gaan bepalen. Sociale woningbouw is na een wetswijziging alleen nog beschikbaar voor de lage inkomens. Woningbouwcorporaties mochten niet meer verhuren aan middeninkomens zoals leraren, zorgverleners of agenten. En meer dan 100.000 huurwoningen werden verkocht. En ook voerde Blok een belasting in voor sociale huurwoningen. Vanaf nu gingen corporaties een verhuurdersbelasting betalen. Opbrengsten voor de staat bijna 2 miljard euro per jaar. Een belasting die, opmerkelijk genoeg, huisjesmelkers en beleggers niet hoefden te betalen. De schade voor de maatschappij is groot. De corporaties konden minder betaalbare huizen bouwen. En er was minder geld voor onderhoud en verduurzaming van huizen.
Huren van sociale woningen werden jaar na jaar fors verhoogd en de wachtlijsten namen toe. En zo wordt duidelijk, de kabinetten Rutte vinden eerlijk en betaalbaar wonen geen taak van de overheid. Terwijl het toch echt hier staat, in de grondwet. De boodschap van de VVD is heel simpel. Als je niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, bijvoorbeeld omdat je te veel verdient, dan koop je toch gewoon een woning. Of anders ga je maar particulier huren op de vrije markt. Laten we het eerst eens hebben over het kopen van een woning. Want zoals ik al vertelde, zijn de afgelopen jaren steeds meer woningen opgekocht door beleggers. En ook dat heeft met Stef Blok te maken. Want in 2015 richtte hij de Engelstalige site op, DutchHousing.nl. En op die site moesten buitenlandse investeerders naar onze huizenmarkt lokken. Blok maakte reizen naar Hongkong en Tokio om onze grond aan te prijzen bij vastgoedbazen. En hij probeerde daar zelfs onze schaarste sociale woningen te verkopen aan buitenlandse investeerders. Onze huizen zijn plotseling beleggingsobjecten geworden voor Amerikaanse bedrijven, beleggers uit Zweden, China, Saoedi-Arabië en zelfs een Nederlandse prins. En hier valt Blok het hele verhaal zelf nog even bondig samen op een vastgoedbeurs in Amsterdam. 30 years today was that there's very clearly a positive sentiment because people see that we made the investment environment better by deregulating the rental sector. We created the possibility to increase rents more. We bring back the social housing sector to their core business, social housing, and thereby creating a level playing field for the commercial rental sector. Een Nederlandse minister voor Wonen die opschept dat er lekker hogere huren gevraagd kunnen worden. En die investeerders volgden het businessmodel van controversiële Amerikaanse beleggingsmaatschappij Blackstone. Dit investeringsfonds kocht de afgelopen jaren voor maar liefst 200 miljoen euro huizen op in Rotterdam en Amsterdam. En hun businessmodel is super simpel. We call it buy it, fix it, sell it. Buy it, fix it, sell it. En dan natuurlijk met een dikke winst. En wie zijn de dupe? Precies. Studenten, starters en mensen met een middeninkomen. Een ander gevolg van het feit dat beleggers zich op de woningmarkt hebben gestort is dat er al jaren vooral dure woningen worden gebouwd. En dat zit zo. Stel je voor, je hebt een stukje grond. Zoals dit hier. En op dat stuk grond kan ik 6 woningen bouwen. Eens kijken. Dat zijn er al 2. Zo. Kijk, als ik woningen zou bouwen die bereikbaar zijn voor iemand met een middeninkomen, bijvoorbeeld een docent geschiedenis, dan zou dat een huis van ongeveer 2 ton zijn. Nou, 6 huizen van 2 ton. Een snelle rekensom leert je dat 6 keer 2 ton 1,2 miljoen is. Maar wat nou als ik op diezelfde grond 6 veel luxere en duurdere woningen bouw? Zo, kijk. Dat tikt aan. Dus ik zet er 6 luxe woningen van 800.000 euro op. Opbrengsten 4,8 miljoen euro. En dit is dus waar projectontwikkelaars voor kiezen. Kortom, er worden vooral veel dure woningen gebouwd. En opnieuw zijn starters en mensen met een middeninkomen de klos. Dan gaan die mensen toch lekker huren in de vrije sector, zou diezelfde Blok misschien zeggen. Fout. Ook hiermee zijn ze bepaald niet geholpen. Dat vertellen deze 2 docenten. Ik zoek een betaalbare huurwoning rondom Eindhoven. Ik ben 3 jaar op zoek en ik kan eigenlijk nog steeds niks vinden. Huur op dit moment in de particuliere sector voor 900 euro kale huur in de maand. En ik zou heel graag een huis willen kopen. Die huizen, voor de hoofdprijs opgekocht door beleggers, verhuren diezelfde beleggers natuurlijk ook voor de hoofdprijs. Het is er niet om de middeninkomens te doen. Liever verhuren ze huizen in de Nederlandse binnensteden aan expats waarvan de werkgever bereid is om 2000 euro per maand te betalen. Of wat dacht je van al die investeerders die massaal woningen opkochten om via Airbnb te verhuren? En dat was er nog een handigheidje van Stef Blok. Hij verruimde de mogelijkheden voor flexibele huur en dat zit zo. Vroeger kreeg een huurder een contract voor onbepaalde tijd en dit kon dus niet zomaar worden opgezegd. Logisch, want wonen is een grondrecht, hebben we zojuist gezien. Maar Blok veranderde de spelregels en er kwamen veel meer flexhuurders. Oftewel, mensen met een huurcontract van een jaar die ieder jaar maar moeten afwachten of ze een nieuw contract kunnen krijgen. En je snapt dat je dan als huurder wel 2 keer nadenkt voordat je actie onderneemt vanwege te hoge huur of slecht onderhoud. Want voor je het weet, sta je na een jaar weer op straat. Met andere woorden, verhuurders hebben veel te veel macht gekregen ten koste van huurders. En die kunnen geen kant op. Het tekort aan betaalbare woningen is niet alleen een Nederlands probleem.
De situatie in Londen wordt al jaren met ontzetting gevolgd. En de meeste Londenaren zijn al lang de onbetaalbare stad uitgedreven. En in de staat New York is er zelfs een speciaal voor dit probleem een politieke partij opgericht. I represent the rent is too damn high party. The rent is too damn high party. En ook Berlijn kent de wooncrisis. De relatief goedkope huizen zijn in handen gekomen van een kleine groep rijke investeerders en de huren werden onbetaalbaar voor de Berliners. Maar in Berlijn ging het anders. Want in Berlijn zitten die Groenen in de regering. En het is de Europese stad waar de overheid het meest daadkrachtig heeft ingegrepen om de woonprijzen te beperken. Met een baanbrekende maatregel. In Duitsland noemen ze dat een Mietendeckel. Een huurplafond. Unsere Hauptstadt hat im Februar ein Experiment gestartet. Den Mietendeckel. Erst wurden die Mieten begrenzt, jetzt sogar für Hunderttausende per Gesetz abgesenkt. So hat es der rot-rot-grüne Senat beschlossen. Via een online rekenmachine kunnen huurders zelf berekenen hoeveel ze eigenlijk zouden moeten betalen voor hun appartement. Aan de hand van de locatie, het bouwjaar en eventuele modernisering aan het huis. Het kan dus wel. Goede en betaalbare huisvesting is een politieke keuze. Een politieke keuze die we ook op 17 maart in Nederland kunnen maken. Net als de Groenen in Berlijn. Want de afgelopen jaren heeft het kabinet Rutte niks gedaan om de wooncrisis op te lossen. Sterker nog, ze hebben het probleem veroorzaakt. Ze hebben te weinig gebouwd en beleggers vrij spel gegeven. En dit kan zo niet langer. De wooncrisis vraagt om een radicale omslag. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Wat je inkomen ook is. En daarom herstellen we de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere. En dit zijn onze plannen. Er komt een huurplafond, net als in Berlijn. En huurders krijgen meer bescherming. Het ministerie dat Blok liet verdwijnen, dat komt weer terug. Er komt een minister van volkshuisvesting. En we gaan bouwen, bouwen, bouwen. De komende 10 jaar bouwen we meer dan 1 miljoen woningen. In Amsterdam, waar nu de A10 West ligt. In Tilburg, op de Kanaalzone. En in Maastricht, bij het station. In Eindhoven, door de Kennedylaan te ondertunnelen. In Utrecht bouwen we bij de Douwe Egberts-fabriek. En in Rotterdam sluiten we Rotterdam de Heek Airport. Hier kunnen we een park en 10.000 nieuwe woningen bouwen. En er komt een woonplicht. We investeren in leefbare wijken door buurten op te knappen en te verduurzamen. En ja, we schaffen ook de verhuurdersheffing af. We verhogen de sociale huurgrens, zodat ook de leraar, de politieagent en de starter weer in de stad kunnen wonen. En we gaan miljoenen woningen verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat en een lagere energierekening. En al deze plannen, die betalen we door de belastingen eerlijker te maken. Beleggers die huizen doorverkopen, gaan meer overdrachtsbelasting betalen. En de belastingvoordelen die expats krijgen, die worden afgeschaft. En door invoering van een huurplafond verdwijnt het verdienmodel van huisjesmelkers. Dit is ons idee. Een betaalbaar huis voor iedere Nederlander. Een simpel, maar groot idee. Wonen als recht in plaats van een verdienmodel. De roep om verandering groeit. En het zijn dit soort ideeën waar de komende verkiezingen over gaan. Over meer betaalbare huizen, over meer toekomst. We bouwen de grootste online beweging van Nederland om die ideeën werkelijkheid te maken. Verandering ligt binnen handbereik. Doe mee. Meld je aan als campaigner.